Hallo, het is Marketleen van Emotanken. Vandaag in deze video wil ik het heel graag hebben over 5 zinnen die je kan zeggen om iemand met narcisme te ontwapenen. Maar ook mensen die je emotioneel misbruiken of die agressief kunnen zijn naar jou toe. Ja, ik wil heel graag een onderscheid maken tussen personen met narcisme en personen die macht en controle willen en die verbaal agressief kunnen zijn in een relatie. Iemand met narcistische kenmerken, die heeft veel meer problemen en die is niet in staat om te veranderen. Dat is heel voornaam om te weten en die gaat ook niet openstaan om bepaalde zinnen te zeggen of binnen te laten komen waarbij die zijn of haar gedrag gaat veranderen. Oké? Dus als eerste pak iemand labeltje. Die zegt gewoon, kijk, je zit ziek, je zit gek. Dat kan in eerste instantie bijvoorbeeld zijn in een partnerruzie. Die ontspoord is geweest en dat is iemand en je zit in een machtsstrijd vast en je wilt controle enzovoort, dan kan je soms op zo'n moment wel iemand die alleen dat probleem heeft wakker laten maken door gewoon te zeggen van wat zeg je? Wil je dat nog eens zeggen? En soms bij mensen die dan de controle kwijt zijn geraakt, maar die wel nog empathie en menselijkheid enzovoort in zich hebben, die kunnen dan daarmee stoppen. Die kunnen dan wel wakker worden en zeggen van oei, ja sorry, of dat had ik niet zo bedoeld, of ik moet even uit de kamer gaan, het is me te veel, ik ben dingen aan het zeggen die ik niet meen. Bij iemand met narcisme gaat dat niet. Iemand met narcisme... die voelt zich aangevallen. Als jij bijvoorbeeld dan gaat zeggen van wat zeg je, dat is gewoon, je hebt dan heel veel kans dat je gewoon agressie gaat uitlokken, dat die persoon je nog meer gaat domineren, nog agressiever gaat worden. Zo van, omdat, waarom is dat? Iemand met narcisme staat in een one-up positie en die doet dat niet. Dat je gewoon die one-up positie in vraag stelt of waarom dat je het woord wat verkondigd wordt, dat je dat in vraag stelt, dat mag je niet. Hij of zij is superieur en jij moet op dat moment gestraft worden. Dus wat kun je dan wel bij zo'n persoon met narcisme zeggen? Is van kijk, bijvoorbeeld die zegt van jij zit ziek. Dat je dan gewoon misschien kunt antwoorden van kijk, ja, ik kan niet controleren hoe dan jij me ziet. Het tweede voorbeeld waarin je een bepaalde zin kan zeggen is wanneer bijvoorbeeld iemand gaat spreken alsof die in jouw lichaam zit. Bijvoorbeeld die gaat zeggen van kijk, jij doet dat alleen maar omdat jij ruzie wilt maken. Jij doet dat omdat jij wilt mij tot het uiterste drijven. Je wilt problemen veroorzaken. Dus die persoon gaat bij wijze van spreken in je lichaam kruipen en die gaat zeggen van kijk, jij... doet dat alsof die in u zit, alsof die weet wat uw intenties zijn, wat uw bedoelingen zijn. Bijvoorbeeld je stelt een vraag van ja, wat gaan we vandaag doen? Gaan we naar de zee? Ja, jij wilt mij gewoon jij wilt weer uw zin doordrijven, onmiddellijk. Terwijl je gewoon een vraag hebt gesteld, een voorstel. Dus iemand die in een one-up relatie zit, die gaat dat heel vlug als een aanval bezien. En die voelt zich onbewust aangevallen, omdat jij los van die persoon staat. Je hebt eigen ideeën, je hebt eigen gedachten. Dat is voor mensen die heel veel controle en macht willen, heel confronterend. En die willen dat niet. Die willen dat je hetzelfde denkt als hen. Oké. Wanneer alleen dat aan de hand is, kan je bijvoorbeeld zeggen van kijk, je bent mij niet, hè? Van je zit niet in mijn lichaam, stop met te praten alsof je wilt, alsof je weet wat ik denk of wat mijn intenties zijn. Ja? En dat kan soms weer al die persoon daar even ja, wakker maken, zal ik zeggen. Alsof die een beetje betoverd is en dat je door zo'n zin te zeggen wakker gemaakt wordt en zegt van ah ja, ja. En dan kun je van daaruit terug een gewoon gesprek hebben. Met iemand met narcisme is dat niet mogelijk. Hè? Iemand met narcisme die ziet u niet als een apart individu en die
vind niet dat je eigen opinies mocht hebben en eigen voorstellen irriteert die persoon, dat stoort die. En omdat je de unie met de persoon met narcisme verbreekt, je stapt daaruit, je wilt iets anders. Nee, je moet doen wat hij of zij wilt. Oké, dus dat moet je altijd in je achterhoofd houden, van daarin wordt die persoon met narcisme geraakt. Dat staat los van mij. Ik ben een apart individu. Ik mag voorstellen doen, ik mag eigen meningen hebben, er is niks mis mee. Dus wanneer die persoon dan met narcisme gaat zeggen van kijk, je doet dat alleen maar omdat je weer moeilijk moet doen. En dan je gaat het dan herkennen van oké, die persoon heeft het moeilijk omdat ik een apart individu ben, omdat ik dingen los van hem of haar voorstel en die wordt daarin geraakt en ik ga gewoon antwoorden met dat in mijn achterhoofd. Ik ga dat niet zeggen tegen die persoon met narcisme dat ik dat weet, maar ik ga wel zeggen van sorry dat je je zo voelt. Sorry, hè, bijvoorbeeld die zegt van ja, jij doet dat alleen maar om moeilijk te doen, dan ga je gewoon antwoorden met sorry dat je je zo voelt. En dat zijn woorden, dat zijn zinnen die die persoon met narcisme gewoon van slag maken. Die wordt verward, want die verwacht een tegenreactie. Die verwacht dat jij gaat uitleg geven. Dat jij gaat zeggen, ja, maar nee, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ik wil helemaal niet moeilijk doen. Ik ben toch niet moeilijk, maar ik wil gewoon maar een voorstel doen. En je gaat dat voeden. En dat is voedsel voor de persoon met narcisme. En je geraakt in strijden waarin je niet wilt zitten. Ja, wat je ook ziet, het derde voorbeeld, is dat wanneer je in een relatie zit, waarin een ongezonde relatie zal ik zeggen, dat die partner of die werkgever of die ouder vaak zoiets heeft van mijn woordenschat. En hoe ik het zeg of denk, zo is het. En als je dat niet vindt of denkt, dan heb ik het recht om je daarvoor af te straffen, om op je kwaad te worden, om op je te schreeuwen, om wat dan ook. Ja, en het derde is wat in een ongezonde relatie ook vaak gebeurt, zij het met je partner, zij het met je werkgever, met je ouder, is dat wanneer je dingen hebt gezegd of dingen bent overeengekomen, dat die persoon dan gaat zeggen van, dat heb ik niet gezegd of dat heb ik helemaal niet, je ziet spoken, zo, dat is niet waar. Weet dat er gradaties in zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die, waar als je op een rustige manier kan zeggen van kijk, daar zijn we echt overeengekomen. Ik weet dat, ik ben 90% zeker, ik ben misschien zelfs 99% zeker en ik zou graag willen dat je stopt met dat te ontkennen en ik zou graag hebben dat je het wilt overwegen om er zelf eens naar te kijken als we dat zijn overeengekomen. En dan kan je zeggen van kijk, als jij dat wilt doen, dan wil ik dat ook wel doen. En misschien dat ik mis ben. En dan ga je vanuit twee partijen gaan kijken naar je eigen perceptie. Van is dat waar? Kan het zijn dat ik mij vergist heb? En dan kan je dat gaan checken bij die andere persoon. Wanneer je te maken hebt met iemand met narcisme, of ook met iemand die doorheen de jaren heel vaak liegt, zij het uit gewoonte, zij het om verantwoordelijkheden te ontlopen of conflicten, eender wat. Dat zijn heel vaak mensen die dat niet kunnen. Waarbij je dat niet moet gaan doen, dan moet je eigenlijk gaan zeggen van kijk, ze vinden dat moeilijk om fouten toe te laten en van daaruit hun verantwoordelijkheid toe te geven. Of bijvoorbeeld hebben een afspraak niet nagekomen, dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen, dat hebben we niet gezegd. En dan is het opgelost. Vaak om te gaan zeggen van kijk, ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik heb gehoord. Ik weet wat ik heb gelezen en ik ga mijn eigen perceptie hier niet langer in de steek laten. Hoe voel ik mij als er zo tegen mij wordt gedaan? Ik voel me onveilig, ik voel me verward, ik voel me gek worden. En weet dat dat is wat er met jou gebeurt wanneer je in van die gekmakende communicatie zit. En wat kan je dan wel gaan doen? Je gaat daar niet lang, je gaat vasthouden aan jouzelf, aan jouw perceptie. En je gaat die niet meer in vraag stellen. En je gaat dan daar gewoon zeggen voor jezelf van ik weet wat ik heb gehoord, ik weet wat ik heb gelezen. Ik baseer me op de feiten en ik luister niet langer naar die woorden. En ik ga gewoon zeggen tegen die persoon, dank je om jouw gezichtspunt te delen met mij. Dank je. That's it. Niet meer. Niet gaan, je hebt het gezegd, ik heb dat gezegd, nee, zo is dat niet, dat is niet zo. Je geraakt
je raakt uitgeput, je raakt je energie kwijt en je komt nergens. Ja, het vierde voorbeeld is pak van iemand is heel agressief, die wordt heel grof, die gaat bijvoorbeeld zeggen, wat zit jij voor een lul of wat zit jij voor een bitch? En dan als je een mildere partner hebt, als je dat mild in deze omstandigheden kunt noemen, maar zoals ik daarvoor al heb gezegd, waarin wel gevoel is, waarin empathie is, waarin spijt is, oprechte spijt bedoel ik dan wel. Zelfreflectie, mogelijkheden tot zelfreflectie, dan kan je bijvoorbeeld op zo'n moment gaan zeggen van stop, jij bent mij niet. Stop alsjeblieft met te zeggen dat ik een bitch ben, dan voel ik mij gekleineerd, dan voel ik mij, dat is niet wie ik ben en ik wil niet zo behandeld worden, stop alsjeblieft. En ga dan de kamer uit en bekijk dan verder wat je op een later tijdstip gaat doen. Wanneer je met iemand met narcisme te maken hebt, stop zeggen gaat niet. Dat leidt alleen tot nog meer agressie, tot nog meer bedreigingen, want je hebt nee gezegd en je mag niet nee zeggen, je moet onderdanig zijn in zo'n dynamiek. En op dat moment is het, of zou ik proberen aan te raden van als het mogelijk is, probeer zo snel mogelijk uit de ruimte te gaan. Gewoon weg daarvan gaan. Wanneer je niet uit de ruimte kan gaan, zou ik zeggen, wat ik van Ross Rosenberg heb geleerd, is van ga grey rock. Dus wat wil dat zeggen? Je gaat grijze steen worden. Je gaat geen emoties tonen. Je gaat je afschermen. Je gaat die woorden laten van je af laten ketsen. Dus oké, die noemt je allerlei scheldwoorden, die bedreigt je dit en dat, maar je gaat zeggen van kijk, dit is deze persoon zijn ziektebeeld. Dit is niet wie ik ben. Ik kets dat terug, ik laat dat niet binnenkomen. Een steen, je krijgt van mij geen reactie. Ik ga dat ook niet persoonlijk nemen. En dan is het ook wel zaak om, want het is allemaal niet zo simpel als je in zo'n relatie bent terechtgekomen, om geleidelijk aan jezelf te gaan opbouwen en te gaan zeggen van dit is wie ik ben. Wil ik zo? Hoe voel ik mij als ik zo behandeld word? Wat wil ik eigenlijk? En hoe kan ik mezelf sterker maken, mezelf opbouwen, zodat ik deze personen of deze relaties niet langer aantrek. Het vijfde voorbeeldje is bijvoorbeeld wanneer iemand je heel vaak gaat uitlachen of sarcastische opmerkingen maakt. Ik zeg maar bijvoorbeeld van amai, die in deze outfit ziet je er ook wel slank uit. En ondertussen rollen die ogen. Waarbij het duidelijk is dat je wordt gekleineerd op je fysiek voorkomen. Wanneer je in een mildere relatie zit met iemand die wel emotioneel misbruik pleegt, maar die je uit die betovering kan snappen met bepaalde zinnen, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van stop met dit te doen, ik vind dat niet fijn. En wil je ook dat ik dat, wil je dat nog eens zeggen terwijl ik het opschrijf of terwijl ik het opneem? En iemand die dat hoort en die daarin vast, die kan ook echt weer zeggen van ik ga hier over de schreef, dat is sterker als mijn eigen, dat is niet wat ik wil. En dan kan het stoppen. Bij iemand met narcisme gaat dat niet. Iemand met een narcisme die gaat je gewoon uitlachen, die gaat je vernederen. Waarom? Hoe kleiner, hoe lager jouw zelfbeeld is, hoe meer schaamtegevoelens jij hebt over jezelf, hoe meer macht die persoon met narcisme over je heeft. En dan is het vooral zaak om te weten van kijk, dat is een tactiek, die doet dat, zodat ik een laag zelfbeeld heb, zodat ik gevormd kan worden in een persoon die persoon met narcisme wil dat ik ben. Dus herken dat dat met u aan het gebeuren is. Focus u niet zozeer op wat die persoon over uw fysiek voorkomen, om een voorbeeld te geven, over uw fysiek voorkomen zeg, maar focus u vooral op die tactiek van oké, die wil mij vernederen. Deze persoon is mij kleiner aan het maken, deze persoon is mij aan het vormen. En dan ga je zeggen van kijk, ik herken dat, ik ben nog niet uit deze relatie, maar ik ga wel opnieuw grey walk. Rock gaan, sorry, even een foutje, grey rock. Je gaat vooral naar binnen gaan en je gaat zeggen van kijk, dat is niet wie ik ben.
Het is niet fijn. Het voelt voor mij niet fijn dat je zo over mij praat. Je gaat deze dingen tegen jezelf zeggen. Hè? Je gaat die niet uitspreken naar die andere persoon toe. Het is erbij heel voornaam dat je voor jezelf duidelijk hebt van kijk, deze persoon heeft het moeilijk. Die is aan het kopen op een manier die niet juist is. En je staat erbij stil van hoe doet dat mij van binnen voelen als zo iemand tegen mij praat. Ik voel me bijvoorbeeld beledigd. Ik voel me klein gemaakt en weet dat je dat bij deze persoon met een narcisme niet gaat kunnen uiten. Maar zeg wel tegen jezelf van kijk, ik heb wel recht op meer. Ik ben die woorden van die ander niet. Ik ga die niet langer overnemen. Ik ga jouw woorden niet langer de mijne maken. Wat je wel kan zeggen tegen die persoon met narcisme is van ik kan jouw foute perceptie van mij accepteren. Hiermee laat je ergens toch wel op een subtiele manier merken van kijk, je hebt het recht om te denken over mij wat jij wilt. Ik heb zelfs geen controle over de gedachten die je over mij hebt. Ik heb ook geen controle over de manier waarop jij mij bekijkt. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik het daarmee eens ben. Maar je gaat het niet zo expliciet zeggen, maar je gaat gewoon zeggen van ja, ik kan jouw foute perceptie van mij accepteren. Zo van, jij mag zo over mij denken, maar dat wil niet zeggen dat ik dat doe. En dat is het voornaamste. Het is niet makkelijk om uit destructieve relaties te komen. Vooral als je bent opgevoed in een emotioneel arm gezin, waarin jouw percepties of jouw gevoelens werden ontkend, geminimaliseerd of afgestraft. Maar je kan geleidelijk aan, hoe meer je daarin gaat werken en verdiepen in emotioneel misbruik, de tactieken daarvan, hoe meer en beter je grens gaat kunnen aangeven en de gekmakende en allerlei foute communicatie en dingen die gebeuren gaat kunnen kaderen. En hoe meer je grenzen gaat kunnen aangeven, maar ook voornamelijk heel belangrijk is dat zelf te gaan ontwikkelen. Want zolang jij dat zelf niet ontwikkelt, zolang je niet stevig staat van dat wil ik, dat is wie ik ben, ik verdien het positieve, ik verdien goede dingen, zolang je dat niet hebt, dan ga je toch in dat web ook blijven vastzitten. Dus het is heel voornaam om dat zelf te gaan opbouwen, volg iemand, je moet daarom mij niet volgen, je mocht dat natuurlijk wel altijd, maar het is voornaamste dat je gewoon gaat kijken van hoe kan ik hierover bijleren, hoe kan ik mezelf innerlijk sterker maken. Moest je toch zoiets hebben van ja, ik vind het best wel een heel goede video. Dan mag je zeker en vast een duimpje nalaten. En mijn kanaal volgen. Er komt zeker en vast nog meer. Zo, ik wens je een heel fijne dag toe. En ik hoop dat je er echt iets aan gehad hebt. Dag!